Ja, hier is Fischie weer. En ik ben hier samen met Remco. En dit is een wedstrijd voor de Nations League. Want die hebben we ook nog, Remco. En ontknoping nadert. We hebben bedacht dat het even tussendoor nog moet worden gespeeld. Dat het echt super druk is en zo. Ja. We hebben natuurlijk laatst gezien dat PSV is afgelast. Dan was dit een hele mooie week geweest om het even in te halen. Maar nee, want we plannen gewoon even internationale weken tussendoor. Ja, en we beginnen met Polen. En ik heb weer het voordeel dat ik natuurlijk met Polen mag. Dan heb ik natuurlijk later nog de wedstrijd Nederland-België. Ik zit ondertussen trouwens voor de kijkers natuurlijk in Disney, als het goed is. Dus vandaar neem ik al echt een stukje van tevoren op. Niet dat het uitmaakt, want ja. Dat is zelfs een wedstrijd op zich. Nee, maar ik bedoel meer van, jouw spelerselectie is toch... Nee, dat is toch kut, ja. Totaal helemaal anders. Ja, ik ben benieuwd dat Noppert nog gaat spelen. Waar ben je trouwens niet voor interlandvoetbal? Dat wil ik eigenlijk wel weten. Je bent er niet echt voor. Je, wel, Nederland is natuurlijk leuk gaat en dan kijk ik... Nou ja. Als het leuk gaat, van in de WK... Ik vind clubvoetbal vind ik gewoon interessanter en leuker. Ik heb meer binding met Ajax dan met Nederlands elftal. Vooral nu... Ook gewoon met de spelers en zo. Ik weet niet. Misschien een generatie dingetje of zo. Mijn generatie is toch, ja, maar het is toch een beetje Bergkamp en dat soort spelers. En nu spelen we met Bergwijn en Depay en zo. Ik denk ja. 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 Depay wordt dan wel waarschijnlijk topscorer en zo. Maar ja, toch. Het is geen Van Nistelrooy, zeg maar, bijvoorbeeld. Nee. Nou, hij vond het ook niet zo goed van Van Nistelrooy. Nou, dat is een goede spits. Ja, meer afmakertje toch? Een beetje zo'n... drukker op het einde, zeg maar. Ik vind het altijd kut dat het gaat altijd ten koste van het clubvoetbal. Dan weer een ene week weer helemaal niks. Maar heb je dan ook met Italië bijvoorbeeld gewoon dat je denkt van ja, Inzaghi, Totti, Del Piero, die tijd? Gattuso. Gattuso, ja. Ja, dat is gewoon leuk. En nu Pellegrini, weet ik wel hoe ze allemaal heten. Pellegrini. Cannavaro. Cannavaro, ja. Die speelt ook al. Kom dan weer bij Italië of in Nederland? Nou, gewoon, ik speelde vroeger altijd This is Voetbal. En toen speelde ik altijd bij Italië. Dat was altijd De Piero, Inzaghi, Totti. En als je dan gewoon die bal kreeg, hoor je Totti. Dat klinkt al toch stoerder, weet ik wel, dan Bergwijn, en Depay, weet ik wel. Ja, snap je? Het klinkt toch ook al veel beter. Die namen, ik weet niet. Maar ja, dat even helemaal off topic. Polen, dat is, nou, Lewandowski heb ik dan. De rest, jij kent ze misschien wel een beetje. Ja, het zijn wel een paar goede spelers toch wel, maar het draait ook wel om Lewandowski. Die moet je wel... Alle ballen naar hem. In ieder geval wel redelijk verdedigd met De Ligt en Van Dijk. Ja. Maar je hebt gezien Van Dijk. Van Dijk bij Liverpool, toch? Vandaag wel gewoon weer een rating omhoog hè, met FIFA. Iedereen zegt dat hij minder speelt dan vorig jaar, maar hij heeft nu gewoon een rating van 90 als verdediger zijn. Dan doet het toch goed. Dan bedenken dat Ajax voor mij niet heeft gehaald, dat hij toch maar een Celtic ging. Dan had het maar wel gedaan. Wat denk je dat het gaat worden? Trouwens, ik was vorige keer natuurlijk bij Nederland-Polen. Toen was het eigenlijk Polen-Nederland volgens mij. Want het was alleen maar Poolse mensen op de tribune. Maar wat denk je dat het nu gaat worden? Ik denk... Vorig jaar was gelijk gespeeld trouwens. Dan denk ik nu dat Nels altijd wint. 0-2. 0-2? Ik denk dat het 1-3 wordt. Dus laat je spelling even achter bij de comments. En een hele fijne wedstrijd. Nou, het Polska Stadion. Goedenavond iedereen. Wat ja, precies. Allemaal kijken op deze schitterende avond hier. Het is droog. Het staat een kalm windje. Kortom, de omstandigheden zijn perfect. Voor een prachtig voetbalavondje. Zeer te volgende naam. Om alle actie van vandaag van commentaar te voorzien, zit uiteraard collega Jeroen. Oh, Blind. Ja, ik speel met Blind. Dat is van mijn laag. Een feestelijke dag ook. Van mijn laag zit echt goed bij met de openingsdag van een fonkel nieuw seizoen. Dit is Polen. En ze nemen het op tegen het Nederlands elftal. Nou, hun gedachten. Waarom lijkt Koeman zo op de jong, joh, als je het zo ziet? Het eind van vorig seizoen, weet je nog? Met dat dramatische einde. De vraag is. Doorgebroken met de bal. Nou. Wat is dit nou? Weer een vroege doelpunt tegen. Echt pure eetjes dit hoor. Goed begint halverwege, zegt ze dan weer. Ja, wat is dit? Is dit gemakzucht of een totaal gebrek aan concentratie? Ik weet het niet, maar... Bergwijn doet laatst toch goed bij hemzelf, dus... Echt niet zou mogen, met alle gevolgen van die.
bijzonder slot. Maar zou die echt gaan, zou de paar echt spelen? Die speelt toch amper meer bij Barcelona? Maar omdat het zeker het lievelingetje is of zo, dan moet hij natuurlijk spelen. Polen zoekt een aanval. Wat gaat dat worden? Oh, wat doet hij raar? Ik wil een slide, maar hij heeft hem wel. Zo. Nederland behoudt het balbezit. En de scheidsrechter laat de aanval verder gaan. Nee, zo mag je iemand niet afstoppen. Jongen, hij hoeft niet eens te vallen. Hij kan er gewoon lang zo. Gele kaart voor die actie. Nou, flinke overtreding inderdaad. Ferro. Nou, de paai gaat hem nemen, dan gaat hij gewoon een doel schieten natuurlijk. Dus hij ook wel weer. Ga je het doel nemen en schieten? 40 meter, nee. Hè? Ah, bijna zat hij. Het is de paai. De paai of Memphis, sorry, moet je zeggen. Die oh ja, Memphis. Van die afstand is het natuurlijk ook heel moeilijk, hè? Kom op, nou. De bal lijkt aan te komen. Huh? Hij is ontsnapt. En dat is het schoolvoorbeeld van de strafschop. Kijk, het is wel een overtreding. Je ziet de bal is echt al lang weg. Zo over de zijlijn als hij nog wordt neergehaald. Nou, de scheidsrechter is alles heel gedecideerd. En ik heb eigenlijk ook nog een probleem. Godverdomme. De speler die de overtreding veroorzaakt, wordt minstens geel te krijgen. Die mag van geluk spreken. Dat is helemaal niks zeker. De kans. Om de voorsprong te vergroten. En hij schiet die bal ook in de 11 meter. Helemaal niks, dat zegt hij. Ik heb gezegd de vorige keer, voor een keer lager. Dan moet ik een keer. Ja, dat weet ik. Dit is nou perfect getrapte stof. De bal gaat laag in. En als je het zo ziet, gaat hij eigenlijk altijd in. Niets tegen te doen. What the fuck? Oh nee, dat was goed. We worden wereldkampioen, denk ik. Berghuis komt nu dichterbij. Wat? Wat een snoep, dat zeg ik wel. Een redding van deze keeper. Ik moest naar mijn links. Bal komt voor het doel. Waar is hem een verdediger voor dat soort ballen? Oh. Ja, nu kan er een counter komen. Maken ze nog gebruik van die ruimte? Simba. Ja, kans voor Lewandowski. Oh nee, keeper! Oh, keeper! What the fuck is dit alweer? Wat gebeurt dit nou? Dat was echt pas de laatste goal, schot van mijn goal. Nog maar één doelpunt! What the fuck is dit voor goal? Maar hij redt hem gewoon twee keer best wel goed nog, maar ja. Ja, dat had beter gemoeten. Dat had de keeper echt beter. Oh, what the fuck? Maar even serieus, kan dat, zeg maar, natuurkundig? Hoe hij de bal weg, dat hij zo tegen de fout zo... Ja, IE kan alles, dus ik geloof het meteen. Het verschil is minimaal, het staat 2-1. Blind. Blind gaat eruit zo meteen. Memphis Depay. Ik twijfel dat buiten spel was gehaald. Maar twijfel is het voordeel van de aanvallende partijen. Polen meldt zich op de helft van de tegenstander. Oh nee, ik stap verkeerd. Oh, wat een redding zeg. Ja, het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Op bal, maar die verdediging zat er goed bij. Even serieus. Als ik hem naar die kant speel, waarom gaat hij dan mijn rechterspits selecteren? Dat is natuurlijk toch voor Blind die daar loopt. Voorgegeven door Memphis Depay. Dat schot was geblokt, toch? Ja, geblokt. En dat is opnieuw een corner. De bal wordt voor het doel gebracht. Ja. Nee, die corner zelf is even zo dicht bij de goal. De ruimte ingestuurd. Ik word het mannetje niet! Zag je het? Ik word het mannetje niet na, zo heet dat. Dan ben je weg. De rust is aangebroken, de stand is 2-1. We zijn terug op het veld en Polen heeft weer afgetrapt. Piotr Zieliński. Robert Lewandowski. Ook nu de loof de bal aankwam. Wat? Werkt hier niet. Dus alsnog gefloten voor de overtreding. Ze komen weer in balbezit. Balletje richting Dumfries. Vlijmscherp die voorzet ze. Maar niemand die de bal aanraakt. Medespelers in het midden gegeven. Nee, nee. Oh! Is niet.
Ja, dan ik hoop dat het buitenspel nog was, anders is het echt heel slecht. Voor mij is het buitenspel gelukkig nog. Hoop ik. Weg, maar de paas komt te vroeg. Alle ruimte op de flank. Bal gaat richting medespelers in het centrum. Ja! Oh nee! Nee, hij lag al. Zag je het? Ja. Ah, wat een blunder. Maar dat was sowieso helemaal niet goed ingeschoten. Dit is nog eens ongeveer. Kijk, 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 hier. Het is goed te zien in de herhaling. Oh, 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 oh. Het is een beetje door. Ja, ik heb niks te zeggen. Heb ik een paar wedstrijden geleden terug gezet. Dus ik doe het ook niet meer. Ze zoeken er maar uit met de keeper. Hij wil doorspelen op basis van de voordeelregel. Maar de scheidsrechter fluit alsnog voor een overtreding. Een stomme overtreding van die speler. Maar de boosdoener komt er zonder kaart vanaf. Hij mag zich gelukkig prijzen met zo'n geduldige scheidsrechter. Hij is de bal gezet. Keeper komt eruit, pakt hem. Een cadeautje. Lewandowski. Oh, wat een prachtige ingreep. Kijk, doelpunten zijn mooi, maar een goede tackle ook hoor. Oh ja, ik heb geen vleugels. Lekkere steekpaas. Steven Berghuis. Hij moet zich helemaal uitrekken. Ik ga puur voor de schoten, gewoon even keeper tegen. Oh, ik krijg er nog geel. Dan kom ik goed weg, man. De scheidsrechter die overtreding vergeten was. Nee joh, die wachtte gewoon even het voordeel af. Het gevaar is nog niet geweken. Hij zet de sliding in en pakt de bal af. Uitstekend gedaan. Ja, dit is het soort overtreding waarvoor je geel kunt krijgen. Gele kaart voor die actie. Nou, de Alvarez is op middenveld. Na die tackle is hij de bal kwijt. We hebben nog 15 minuten te gaan. De aanval geopend door Oranje. Simpel geblokt. Nou. Hallo. Paast op de schep. Goed opgelet. Ha? Nou, 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 nou. De bal is weer in bezit. Oh, oh, te lang. Bal. Gaan we sprinten. Op. Memphis Depay. Nee, blijf staan. Hij springt op om de sluiting te ontwijken. Ja, en nu scoren. En die gaat over de lijn. Nou, dan doe je het met niks. Ah, dit is de goal waar we voorlopig geen genoeg van. En nu wel een keer precies wat ik wil. Dat is ook wel eens lekker te zien. Prachtige paas waarbij de bal precies op de goede plek terecht komt. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt het scoren wel. En zo tegen het einde van de wedstrijd maken ze nog een doelpunt. En is het duel echt beslist. En daar zit hij gewoon. Schijt. Er helemaal niks, zegt hij ook. De laatste 2 minuten van dit duel zijn ingegaan. Vrije trap voor Oranje. Dumfries aan van de bal, je favoriete speler alle tijden. Hij rukt verderop. Och. Kan de uitkomende keeper makkelijk pakken. Oh, tijd is tijd. Ja, maar dit is echt. Dit zou je wel door moeten sturen. Nee, dit gaat helemaal nergens. Ook dit wel. Die is al die keeperpunten voor niet doorgezet te worden. Maar je dat hele voor, dat hele tijd. Ik weet waar die game op gepatcht is, maar we moeten echt even nadenken. Hoe frustrerend moet het voor hem zijn? Je loopt gewoon op de keeper af. Hij maakt deze dag. In dezelfde fouten vervalt. Die spelers moeten echt aan de bak nu om. Ja, maar het is echt sinds die update, echt elk schot dat ik doe, dat lijkt er bijna in te gaan. Ik doe echt niks geks, hè. Het is gewoon precies zoals het. Ik heb gewoon 7 schoten, hoor, trouwens. Ja, er gaat 1 in. Nou, 1-4 voor Nederland zelf. Het zou natuurlijk mooi zijn. Voor mij zijn we dan wel zeker voor de finale. Maar deze is ik. Al moet het nog tegen de België natuurlijk. Maar we gaan het zien, jongens. Like dus eventjes voorspellingen achter bij de comments. En like dus de video. En tot later. Bye bye.